Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Sven Bosman en ik laat je vandaag in een kort filmpje zien hoe je een leuke banner of thumbnail kunt maken voor je YouTube-kanaal. En dat op een eenvoudige manier met heel veel creatieve keuzes. Vergeet niet te liken en te subscriben. Ik gebruik altijd Adobe Spark. Spark van Adobe bedoel ik. Een leuke en eenvoudige manier om thumbnails te maken. Je gaat naar spark.adobe.com. Je hebt daar een account voor nodig. Kun je heel makkelijk zelf aanmaken. Ik zoek even een voorbeeld thumbnail die ik had gevonden net. Niet makkelijk te bewerken. Kijk, hier staat hij. Bijvoorbeeld de Crazy Cards thumbnail die hier staat. Create van de template. Je ziet hier een achtergrond met cards. Je ziet er een rode laag overheen. Je ziet er een tekst aan de voorkant. Nog een regeltekst daaronder. En nog een regeltje onder in de hoek. Dat regeltje in de hoek vind ik niet mooi. Ja, dat krijg ik. De teksten in het midden. Dan hou ik de stijl hetzelfde. Dan zet ik mijn kanaal neer. En de regel eronder, een ander lettertype. Dan maak ik van like en subscribe. Want dat wil je natuurlijk. Je kunt heel makkelijk de kleuren aanpassen. Rood, blauw, wat je wil. Ik hou het wit. Je kunt de stijlen nog aanpassen. Kijk, kan ik dit nog doen? Kijk, ik heb nou eens gekozen voor deze, maar je kunt ook een ronde doen. Kijk, je kunt heel veel soorten stijlen gebruiken. Nou, we houden bij het originele. Stel, je hebt een vlog gemaakt over een trein. Dan gaan we de achtergrond vervangen. Zoeken we op train, dat doe ik op zijn Engels. Dan heb je net wat meer resultaten. Nou, hier is een mooie trein. Op de achtergrond. Nou, je hebt toch die rare rode gloed. Als je dat mooi vindt, laat je hem lekker staan. Maar hier staat het rode filter aan. Je kunt ook andere filters gebruiken. Licht of mat of duotone. Ook weer heel veel soorten in. Leuke dingen mee doen. Nou, ik denk dat ik hem uitlaat, want ik denk dat het een mooie foto is. Kijk, zo is hij mooi. Klik hier eventjes die zijvenstertjes weg en dan kun je goed zien. En dan is dit je resultaat. En dan klik je op download. Dan kun je kiezen voor een PNG of een JPEG. Ik zou gewoon voor een JPEG kiezen, dat zijn het kleinste. Als je in je YouTube-kanaal bent ingelogd in Studio, dan kun je klikken op het potloodje naast je video. Ik doe hem even als voorbeeld. En dan kun je hier kiezen voor thumbnail uploaden. Hij staat standaard altijd op een framepje van wat YouTube zelf denkt wat leuk is. Meestal is dat niet leuk. Je thumbnail moet wel een beetje opvallen natuurlijk. En dan klik je op thumbnail uploaden. Dan komt er een verkennerscherm naar voren wat je nu niet kunt zien, maar daar kies ik thumbnail train. En dan staat hier netjes de thumbnail opslaan. En als ik dan terugga naar mijn video's, dan zie ik hem helemaal onderin. Zie ik hier de thumbnail staan die ik heb gemaakt. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.